Zo zitten Matthijs en ik voor de komende 12 uur. 3, 2, 1. Je hebt het emmertje. Je moet plassen. Wat een gek, hé. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag start ik mijn vlog op een heel raar tijdstip. In de avond, net voor 12 uur. Het is namelijk tijd voor een 12 uur overnachtingschallenge in een zwembad. In een zwembad. We gaan met dit lege zwembad in dit volle zwembad. En wie is we? Matthijs, Pim en ik. We gaan super harde chilling zetten met een lekker biertje erbij. Met een muziekje erbij in het zwembad. In een zwembad. Mochten jullie de vlog van gisteren niet hebben gezien, ik ben beland in Brabant. Ik ben beland in het huis van Matthijs dus. En we gaan hier die lijpe chilling zetten. We gaan van 11:30 s'avonds tot 11:30 ochtends in dit zwembadje doorbrengen. We moeten pissen in een emmer. Scheid in een emmer. Ik denk dat we onze scheid gaan ophouden. Maar plassen, ja, dat is natuurlijk... Oh, we gaan onze scheid wel ophouden, toch? Boys? Trouwens, dat moet ik aan jou vragen. Wij gaan er 12 uur in. Pim die gaat onze butler zijn. Die gaat drank halen en een watertje. Hè? Gewoon in de emmer. Ja, maar niet schijten. Wel plassen, maar niet schijten. Ik ga sowieso nu nog eventjes... Ja, ik ga toch even een grote boodschap doen. Ja. Even voor de zekerheid, toch? Ga jij zitten? Ga jij even persen? Kijken of er wat uitkomt. Lekker smakelijk dit, hè? Matthijs en ik gaan in dat zwembadje en jij gaat voor ons zorgen, hè? Een beetje. Ja, ik doe ook een soort van mee eigenlijk, hè? Ja, je gaat wel mee chillen erin, maar jij mag er wel uit wanneer je wil. Wij moeten er echt 12 uur in doorbrengen. Ja, mag ik eruit? Hè? Mag ik er gewoon uit? Ja, dat weet ik niet. Moet je een vriendin vragen? Nee, die heb ik niet. Oh, dan moet hij je broer vragen. Nee, we gaan weer gelijk stoppen met al dat grove gedoe. Kijk, hij is er nu aan het schoonmaken, want het is helemaal nat. Omdat we net in het zwembad gesprongen hebben. Dus al het water ging erin. Wat doen we met dit? Wat doen we met dit? Ja, dat kunnen we gewoon spelen in het zwembad. Ja, ik weet niet. Misschien kan je dit tapen op een bedje of zo. En dat wij vanuit het, dat je een bedje op zijn zij zet. En dan kunnen wij vanuit het zwembad... Op het zwembad. Perfect. Gewoon, ja, zo. En dan duct tapen erop. Ja. Goeie shit. We moeten wat te doen hebben in 12 uur tijd. Gast, we gaan ook gewoon slapen in dat ding, hè. Wat bizar. Kijk, het is best wel groot. Je kan er met z'n vieren in, maar met z'n drieën dan is het al aardig vol, hoor. Oepsie poepsie. Look at this. We fucked up. Het is 10 voor 12. We gaan van 12 tot 12 in plaats van 11:30 tot 11:30. Oké, jongens, hij stelt niet helemaal scherp, geloof ik. Het is 5 voor 12, maar we gaan er alvast in. Ga erin, ja? Dit is een waterbed, hè? Kijk, we hebben slaapzakken. Hoi, joh. Dit is lijp, jongens. Oh, Matthijs is erbij. We mogen 12 uur lang alleen in het grote zwembad. Of in het kleine zwembad. Zo zitten Matthijs en ik voor de komende 12 uur. En Pim mag er wel af en toe uit, maar hij gaat wel gezellig bij ons slapen. Hey Matthijs, wil je nog even een shout... Was dat een scheet? Nee, dat was mijn voet. Sorry. Hey Matthijs, jij maakt er ook een video van, hè? Kijk dit. Ja, ik ga een nieuwe serie maken op mijn kanaal. Ja, moet je niet even een shout-out doen naar jezelf? Ja, je gaat een serie doen dat je of 24 uur of 12 uur challenges gaat doen. Jongens, ja, dat is eng, hè? Ik kijk hoe bol die staat hier. Kijk dit. Ja. Ik zag dus een nieuwe serie op mijn kanaal, Matthijs Jeuken, op YouTube. Je hebt best een bijzondere achternaam trouwens, Jeuken. Ik hoor hem niet zo vaak. Je hoort het alleen maar in zomeren hier. Van mij heb je in heel Nederland niet echt jeukens meer. Echt alleen in zomeren. Zomeren is jouw woonplek in Brabant hier. Ja. Maar alleen daar heb je de jeukers. De jeukers. Of hier heeft iedereen jeuk. Hoe zou je het noemen? De neukers, hè? Ja. De meest gemaakte grap in, met de jeukers. Ik heb er jeuk in de keuken van gemaakt. Jeuk in de keuken. Ik denk dat het eerst neuk in de keuken is en daarna jeuken. Nee. Zo weer te grof. Pim, kom je erbij? Ja. Hey, heb je een biertje? Nee. Ik zat net aan het water. Mag ik ook een biertje? Ja, lekker. Dankjewel. Thanks, bro. Je hebt jezelf nog geen shout-out gedaan, hè? Ja. Zal ik het zeggen voor je? Ik kom er even bij. Wacht, Pim. Pim is bezig met een shout-out. Oh, sorry. Kijk, ik vind het. Wacht even. 3, 2, 1. Wow! Wow! Magische knip, hè? Hoe doet hij het? Ik zal voor Matthijs dan een shout-out geven. Hij staat gewoon in de beschrijving, jongens. Als jullie even een kijkje willen gaan nemen en vind je het leuk, dan kan je abonneren. Dat is aan jullie. Maar als jullie wel, zou ik niet abonneren. Nee. Hey, als we er doorheen zakken, gaan hier twee camera's verloren. Oh, Pim! Oh, het stroomt vol! Nee, maar Pim, je zit op de rand. Jongens, ik heb één leuke weer. Eens naar de andere kant. Pim, ga eens weg bij mij. Ja, verdeel het gewicht. Wat? Ik moet toch instappen hier? Ja, ga lekker hier. Grijp daarheen. Ik denk niet dat we de 12 uur gaan redden, boys. Als één scherpe teennagel langs de bodem gaat.
Want kijk, Pim zit er. Pim, gast, je kan niet. Het is gewoon een moordwapen, grap. Ik hoop niet dat je vriendin een voetfetish heeft. Oh, wacht, die heb je niet. En meneer de egel. Ja, maak mij ook maar belachelijk. Hè? Nee. Ik heb ook lek prikken. Je mag ook niet. Ja. Als ik mond draai, prik ik ook de hele zooi lek. Hé, je gaat hem even één keer gooien. En dan gaan we enge daga gooien. Oké, jongens, we hebben 3 pingpongballen. We hebben hier een soort dartboard. Oké, wat is de straf? Wie het laagste cijfer gooit, die moet in het zwembad springen. Oh. Jouw ogen gingen gelijk een stukje open. Wodka atten, hele fles. Ja, shotje dan. Goed shotje. Oké, jij eerst, Martijn. Allemaal één trap. Nee! Top. Oké, hij is de lul. Ik moet dus sowieso een shotje al bijna. Top, dit wordt. Ah, ja, maat. Kijk naar de fucked up die gegooid heeft. Oké, Pim. Wacht, oh, ik film hem. Ja, 20. Die raakt hem aan. Nee, hij is ook zweer, nul. Die raakt hij is hem ook aan. Niks. Die is ook niks. Hij zit er toch aan, gast. Die van jou zit bij 10, dan zit ik zelfs nog steeds dichterbij. Je bent gewoon de lul, gast. 3, 2, 1. Honderd. Ik zit precies in het midden tussen 90 en 60. Nou, succes. Ja, dan weet dan wie er verloren heeft. Lekker. Pim. Helemaal niet. Oh, wacht. Kijk, jongens, perfect. Martijn heeft verloren. Martijn. Ja, daar is hij, hoor. Kijk eens even. Enge Batra. Maar hoe weten we zeker dat je een goede slok neemt en dat je niet faked? Nee. Oké, even kijken hoeveel erin zit. Hij was helemaal nieuw, hè? Ja. Ja. Fresh open. Ik wil minimaal tot de helft. Nee. Oh, ik vind wodka echt niet te nassen. Doe mij maar gewoon een lekker biertje, dat is nog lekker. Maar dit is zo'n vergif, jongen. Oh, wat erg. 3, 2, 1. Wow, gast. Wow, jezus, man. Je hoorde klok. Nou, dat is weer een paar levercellen minder, hè? Jongens, ik heb het emmertje. Ik moet plassen. Niet morsen of zo, hè? Uitschieten of zo. Kan je morsen? Zo, hé, flikstralen. Zo raar. Oké, ik ga die ook. Ja? Ik ga met mijn voeten op het trapje staan. Daar. En, want ik wil niet. Ik wil ja, dan ga je niet uit het zwembad, klopt. Nee. Ja, dat kan ook. Ja. En dan mag. Godsamme, dat is slimmer. Dat is echt heel slim. Ja. Kijk hoe laat het is. Kijk, het is bijna 4 uur. En hij loopt de zeik aan de rand van het zwembad. Jongens, mijn moeder komt hier morgen. Oh. Hey, goedemorgen. Hey, doei. Gast, je hebt weer trui aan, gek. Wat doet hij dan? Wat een gek, hé. Oh, nodig. What the fuck? Nee, we zijn wel gelijk wakker. Ja. Wat de hel. Goedemorgen iedereen. Welkom bij deze... Oh, wacht, nee, het is natuurlijk... Mijn vlog starten, ja, heb ik al lang gedaan. Vannacht hebben we redelijk geslapen. Nee, we zijn er echt niet uit geweest. We hebben er echt... Het is ook voor het eerst trouwens dat ik het luchtbed af ben. We moeten natuurlijk 24 uur of 12 uur in het zwembad blijven. Ik moet nog even opstarten. Ik heb best wel goed geslapen, eigenlijk zo goed als aan één stuk door. Totdat ik dit geluid op de achtergrond hoorde. Om 9:30. Valt nu precies uit. Een soort zaag. Heb jij goed geslapen, Wim? Ja. Heb jij goed geslapen? Nee, dit is... Ja, het is 9:30 werden we wakker. We hebben een beetje daar een beetje zitten chillen. En nu is het 10 uur. We moeten nog 2 uurtjes. Dus het is eigenlijk heel dom dat ik het water in spring. Het gaat heel koud krijgen. Vannacht, jongen. We lagen gewoon te chillen. En voor ons gevoel kwam er een teringdikke drone aan vliegen. Kwam er letterlijk, heb ik nog nooit gezien, zo'n wesp. Niet normaal. Een soort koningwesp. Of koninginwesp, weet ik veel. Moederwesp. Niet normaal. En die vloog tegen me aan. Toen dacht ik, ja, wat is dat? En toen drukte ik hem zo. Toen viel die in de waterbed. En toen was het helemaal paniek. En toen leefde hij nog, vloog hij weg. En nou ja, als ik denk, als die mistake ben ik dood, weet je. Maar goed verhaal. Wij gaan lekker wakker worden. Nou, van die duik knap je op, hoor. Van die frisse ochtendduik. Maar hier knap je ook van op. Worstenbroodjes en thee. Helemaal top. Echt een gezellige nacht gehad trouwens, hè, boys. Ja. Wat doe jij nou? Nee! Wat doe jij nou, gast? Nee. Wat doe je, gast? Heb ik dat ook precies op beeld, hè?
What the fuck? Je moet er nu langer straks. Nee, dit is gewoon verpest. Je moet helemaal opnieuw. 5 seconden regel. Nee, nee. Nou, dan blijf ik als enige over. Ja, we waren maar met z'n twee hoor. Maar ja, ik ben nog de hele tijd loyal. Ik hou de hele tijd voet bij stand. Stand bij. Ja, hier voor de troost van je worstenbroodje. Vlak voor 11 is het fout gegaan. Een uurtje voordat we klaar zijn. Wat een lullo, hé. Krijgen we dan nou voor elkaar? Ballen steeds. Je hebt hier een soort spuiding, een soort roer van een schip lijkt het. Hier komt een ziek harde straal uit, die is zo hard dat je gewoon letterlijk op je plek baantjes kan zwemmen. Gaan we even uittesten. Oh, fuck, fuck. Een half uurtje. Oh, jongens, ik ben holy dom. Kijk dit, we gingen thumbnail maken. Meerdere dingen. En letterlijk, ik denk, we gaan aanmeren, weet je wel. En ik stap op de kant, ik heb het ook niet gedaan. Je stapt er gewoon uit. Fucking, hoe lang? 20 minuten van tevoren? Half uurtje, ja. Gast. Ah. Ah. 11,5 uur. Voor saus. Ik ben fucked up. Hoeveel uur zijn we later, hè? Die vent is nog steeds aan het snoeien, maat. Maar, oké, we hebben hier een knopje. Volgens mij moet ik die indrukken. Hoe werkt dit? Oh, kijk. Kijk, er komt echt zieke stroom. Het lijkt niet zo hard, maar het is zo hard als ik mijn hand afhoor, dan schiet hij gewoon weg. Ik kan er bijna niet tegenin. Oké, okay, kijk, dit is toch top. Nu kan je gewoon baantjes trekken, kijk. Helemaal top, hè? Ja. Nog een half uurtje zo. Huh? Nog een half uurtje zo. Ja. Nu laat ik mezelf los en dan ga ik. Jongens, ik vertelde letterlijk net het verhaal over de wesp. We hebben hem gewoon gevonden, denken we. We maakten dit open, dekseltje van het zwembad. Kijk dan hoe groot die is, hé. Als ik mijn vinger erbij leg. Dit is niet normaal, hé. Hij is groter dan mijn nagel. Heel lange scheet. Besef, hij ligt nu helemaal klein opgekruld. Maar gisteren was hij echt, ik maak geen grapje, zo. Omdat hij een heel lang lichaam. Want tussen zijn kop en dat gele zit gewoon een heel dun stukje. Echt, what the fuck. Gewoon, wow, joh. Nog een kleine 10 minuten. Ik moet zo nodig plassen. Maar ik ga nu niet in de emmer plassen, want het zusje van Matthijs loopt daar, zijn ouders zitten daar. En ik wil ook niet in een flesje. Ik moet zo nodig. Ik heb een hele harde buik, weet je. Dat je blaast gewoon helemaal hard. Dus ik moet... Tijd voor een luchtbel. Jongens, 1 minuut. 1 minuut nog. Als hij daar in 1 keer is, hè? Hij is nu sowieso. Ja! 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 Gewoon zijn handdoek! Handdoek, geef me niet! Ik ben bevrijd en mijn blaas ook zo. Ja! Ja! Yes! Zo! Nou, we gaan er gelijk van tussen. Pim heeft namelijk een zakelijke afspraak. Pim die is cameraman. Echt voor zijn werk. Dus die heeft zo meteen een meeting, want hij weer moet gaan filmen en zo. Matthijs, heel erg bedankt. Ja. Ik heb je net al bedankt, maar ook even voor de kijkers, anders denken ze dat ik een lul ben. Ja. Dat is best wel grappig. We kennen hem eigenlijk een paar uur. Ja, we hebben het zo gezellig gehad. Hey, hoi, hoi. Dom is arrived. Ga je content maken, hoor. Hey Roy, wat zeg je? Staat hij niet op recording? Hey Roy, je moet er een ding zijn. Hey, Tantebrix! Hey! What the fuck, dit is een raar bord, hé? Er is iets mis met dat bord. Oké, dames en heren, dat is de... Ik heb Pim afgezet. Daarna ben ik nog heel even snel naar de kroeg gegaan. Biertje gedaan met de maten. En nu is het allemaal klaar. De dag is voorbij. Het was echt allemaal super gezellig wat ik de afgelopen 24 uur heb meegemaakt. Echt top. Ik heb ontzettend genoten. En ik hoop dat jullie ontzettend meegenoten hebben. Mocht het nou zo zijn, vergeet dan zeker niet te abonneren. En dan ga ik jullie zien morgen om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later! Fucking verdiend, fucking verdiend. Fucking verdiend.